De topper vandaag tegen Achilles. Topwedstrijden zijn vaak niet om aan te zien, maar vandaag was echt een uitzondering. Ja, dit was er een om te genieten, geloof ik. Scoren voorlopig was ook spannend. Eerste helft vond ik voor Zevolde. Eerste helft zeker. Het eerste kwartier was voor Zevolde, vond ik ook. En de tweede helft was voor Achilles. Dus eigenlijk 2-2 is een terechte uitslag? Ja, vind ik wel. Ook tevreden mee? Ja, gezien de wedstrijd wel. Dus, maar ik wil nog wel even één dingetje zeggen. Ik wil even de mannen van de terreincommissie hartelijk danken dat we in ieder geval vandaag konden spelen. Want dat had niemand verwacht. En wat niemand verwachtte, hebben die mannen wel mogelijk gemaakt. Dus even alle eer naar die mannen toe. Bij deze? Ja, goed, de wedstrijd 2-2. Ik denk, mooie uitslag. Zevolde begon heel erg fel. Ja, nou goed, wij wilden ook echt voetballen. En de jongens zijn er ook, die waren er ook echt klaar voor. We hebben ervoor getraind. En we willen toch bovenin meedoen. Ja, dan moet je dit soort wedstrijden winnen. Nou, je wint hem niet, maar je verliest hem ook niet. De concurrent laat ook punten liggen. Nou, alles loopt weer een beetje naar elkaar toe. Maar na de winterstop komen wij er goed uit. Als je kijkt naar deze wedstrijd, het is niet raar dat Achilles bovenaan of hoog staat. Want het is technisch een hele vaardig ploeg ook. En die er snel uitkomen. Ja, ik vind het gewoon een hele goede ploeg. Ze wachten gewoon rustig af en ze hebben heel veel kwaliteit voorin. Middenveld ook. En dan de omschakeling binnen is gewoon razendsnel. En daar worden ze gewoon super gevaarlijk uit. Doen ze gewoon goed. Dat wist je ook van tevoren, daar stelden jullie je ook op in? Ja, we hebben ons er wel op ingesteld. Maar goed, ze hebben zoveel kwaliteit, daar kun je niet altijd op instellen. Maar ik denk dat hun zeker de eerste 20 minuten ook onze kwaliteit hebben gezien. Ja goed, uiteindelijk knikt Blasman ook de 2-2 erin, zeg maar. Maar dat is ook een kwaliteit. Wel belangrijk dat je gewoon na die achterstanden heel snel weer op gelijke hoogte kwam. Ja, dan zie je dat de ploeg ook gewoon veerkracht toont. En dat vind ik wel mooi om te zien. Eigenlijk is maar al met al 2-2 een terechte uitslag. En waarmee we verder kunnen in de rest van de competitie, denk ik. Ja, vind ik ook.